Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed 4, hier op Vaco Games. En jongens, de vorige keer hebben we dit schitterende fort weten te veroveren. Het is nog een beetje kapot, het gaat ook binnenkort gerepareerd worden, er moeten nog een paar latjes van de gamma tegenaan. En dan is het weer helemaal ready to go, maar voorlopig kunnen we hier wel een en ander aan dingen gaan doen. Want we kunnen bijvoorbeeld hier aan deze kant een soort van geheime assassin missie uitproberen. En dat wil ik eigenlijk wel eens een keertje gaan doen. Heb ik nog niet eerder gedaan dat we een soort van opdracht krijgen om één specifiek iemand te vermoorden? En dat lijkt me wel een goed idee. Dus, buddy, wie moet er dood? Hoe moet die dood? Wat betaal je? En wat is precies het idee? De storm doorstaan. Ah, wie moet er dood? Gegroet, kaper. Ah, gegroet, vriend. Ik hou me momenteel bezig met een zeer lucratieve transactie met een Spaanse gouverneur. Maar een Britse vloot verkeert onder de indruk dat de goederen in kwestie aan hen toe... Aan wat? Daar kan ik het niet lezen. Nou, contract zou ik accepteren. Er is iets met een Britse vloot. Zoek de Britse schepen. Ah, oké, dat kan ik. We hebben de vorige keer ruzie gehad met de Spanjaarden. Deze keer gaan we gewoon de Engelsen weer overhoop schieten. Ik vond het eigenlijk wel goed dat we de Engelsen vorige keer met rust hebben gelaten. Want de vorige keer toen ik dit fort probeerde over te nemen, toen waren er ook een paar Engelsen die heel erg in de buurt kwamen. Het enige punt is, ze deden niks. Ze vonden mij eigenlijk helemaal dikke prima. Dus, laat ik vooral deze keer eigenlijk... Het is eigenlijk helemaal niet slim om dit te doen. Hé, is niet slim. Ik moet geen Engelsen overhoop schieten. De vorige keer liepen ze met rust. Mijn boot is trouwens half kapot. Kan iemand mijn jackdaw repareren? Please. Hoe doe ik dat? Jackdaw upgrades. Please. Jackdaw upgrades. Repareren. Please. Hallo? Niet. Dit kunnen we op zich wel doen. Moeten we eens even wat meer spulletjes verzamelen. Nuttig. Ik heb ook echt letterlijk maar één stukje over van de jackdaw. Eén gezondheidspuntje. Dit gaat niet goed komen. Zeker nog, dit gaat gigantisch mis. Hey, Sinterklaas. Nee, toch niet. Andere Spanjaard. Maar hij heeft wel zware kogels en heel veel mortieren. Dus laten we daar vooral geen ruzie mee zoeken. Laten we vooral rustig doorvaren. Laten we een voorrang geven. Hij komt van rechts. Laten we er achterlangs varen. Dan kan hij ons niks zien. Maar daar heeft hij trouwens... Ja, het is wel een grote boot. Laten we daar geen ruzie mee zoeken. Is niet slim niet. We moeten alleen ruzie zoeken met de Engelse boot. Die ons trouwens knijterhard naar de bodem van de zee gaan schieten. Maar vooruit. Hey, ik word nat. Dat is niet goed. Ja, maar regen. Ik wil geen regen. Ik word hartstikke nat op deze boot. Super irritant. Maar ja. Oké, waar moeten we heen? Gaat het ook nog eens een keer misten? Dan zien we normaal geen ene meuk. Zoek de Britse schepen. Nou, ik zie ze niet. Oh, weather, waar? En dan word ik helemaal nat. Helemaal mooi. Oh, vooruit. Die Britse schepen hebben er ook last van, dus... Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn. Waar zijn de Engelsen? Dan krijg je van mij een cup of tea. Als hij zichzelf nu meldt, krijgt hij van mij een kopje thee en een biscuitje. Hey, is dat een goede deal? Als ik een Engelse kapitein zou zijn, ik zou het wel weten. Uh-oh. Ze zijn ook echt met z'n vijven. Ik heb één stukje gezondheid over. Eén. Dat kan toch jij maar niet? Oh, shit. Uh-oh, ik ga het niet meer worden, niet. Nou, misschien als we ze één vreemd te pakken kunnen krijgen. Ha, klein robbootje. Dat is eentje minder. Alles erop wat we hebben. Alles wat we hebben tegen die boot aan. Uh-oh. Brace for impact. Ze schieten terug. Oneerlijk. Kunnen jullie wel 3 tegen 1? Vinden jullie dat nou echt eerlijk, jongens? Het is 3 tegen 1. Ik heb maar een klein hokbootje. Hij is wel goed raak, trouwens. Doe eens naar links varen. Oh, boot. Ho, berg. Uh-oh. Good shot. Mooi. Oké, dat is eentje minder. Het is te doen, jongens, dit. Echt terugvechten doen ze niet. Oh, shit. Hoi, buddy. Auw, joh. Dit is zeker zeer. Oh.
is dat hij me geramd heeft. Als hij dat niet had gedaan, hadden we dit toch best kunnen redden. Oh, we zijn deze keer weer helemaal gerepareerd. Hé, hey, dat is mooi. Oké, okay, let's go. Nou kunnen we ze zeker hebben. Leroy Jenkins. We gaan er gewoon op af deze keer. We zijn onverschrokken zeehelden. Wij kunnen dit. Oké, okay, let op. We gaan via deze kant. Ziet we eerst deze gast een ding door zijn zeilen heen? We gaan eerst hem pakken. Super oneerlijk. Oh, is in één keer dood? Zo, one shot, one kill. Daar komt dus de storm weer. Hoppa! Ze zijn maar met z'n drieën weer. Die kleine bootjes zijn nog super easy. Kom op! Ik moet op de romp mikken, niet op die zeilen met deze kogels. Good shot across the bow. Yep. Oh, die was zwaar mis. Oh shit, berg! Omdraaien! One shot! Ik zie ze niet meer! Oh, zo raak. Oh shit. Oeh, twee suiker. Nuttig! Verzond in de koffie. Als we niet meer klaar zijn. Oké, okay, dat is eentje minder. Hoeveel zijn ze nog? Enemy firing! Nou, auw! Oh ja, inderdaad. Enemy firing, inderdaad. Oh shit, tegen de berg aangeknald. Sorry! Niet de bedoeling. Waar zijn die boten? Ik zie ze niet meer. Oh, daar. Oké, okay, hij gaat zijn vriendje redden. Helemaal dik, prima. Ready to fire, Captain. Overstag. Oké, okay, deze keer gaan wij recht op hem af. Oké, okay, mis. Sukkel, dit ga je niet redden. Kap, schiet! Achterdom! Daar is weer een bootje. Omdraaien. En zijn tactiek is rammen. In ieder geval van deze boot. Ah, dat is nummer 2. Hahaha. Ja, ze zijn absoluut vulnerable. Ze zijn hartstikke vulnerable. We moeten die ene boot nog bij krijgen. Kom op, draaien met de kreng. We moeten zijdelings zien te komen. Deze gaat ook proberen te rammen. Mag niet! Stoute tactiek. Ja, hij gaat het ook proberen. Alleen zijn eigen vriend ligt in de weg. Dus hij moet omdraaien. Oeh, 25 rum! Ja! Kunnen we straks suipen? Suipen als een malle. Nog meer rum! Hey, we gaan flink dronken worden. En suiker, dus kunnen we rum met suiker drinken. Als je daar niet dronken van wordt, weet ik het ook niet meer. Oh, er is een... Oh, ben je weer terug? Ik dacht dat je weg was, ja. Doei! Wat bootje. Breng de bits vloot tot zinken. Oh, ze moeten niet helemaal... Oh, ze moeten zinken. Oké. Okay. Zo goed. Missie voltooid. Als een baas. De zorm doorstaan. Hoppa. 1200 roepies. Als een pro. Laten we even kijken of ze nog wat nuttigs bij zich hebben. Want ik kan op zich nog wat meer rum gebruiken. Een piraat is immer dorstig. Metaal? Hé, hey, dat is handig. Wat is dit? Hier ook nog wat. Vuurtonnen vol, extra bemanningslid erbij. Altijd handig. En wat ben jij? Voor boot. We hebben superveel metaal. You are my next target, bitch. Hallo, kom even langs varen. Oh, ga je ook meedoen? Sure? Te laat, bitch. We weten tegen wie je wel en niet moet vechten. En dit was niet echt slim van die gast op die boot. We gaan allemaal om elkaar heen blijven draaien, is niet erg. Shot! Shot! Bowshot! Bowshot! We gaan gewoon omheen blijven draaien. Au! Gemeen! Doe het er niet!
Oké, Harris. Eentje met gooien zeilen. Die zoeken we niet. Nou, sinker kut. We pakken hem. Dood de vijandelijke bemanning. En het kruid moet ook nog een keertje dood. Waar is het kruid dan? Ik zie maar geen kruid meer. Waar is het kruid? I don't see no kruid. Oh, daar. Ja, pakken we hem gewoon. Leroy Jenkins! My bitch! Moet je wel een wapen pakken, Edward? Foul, kapitein! Goed sta. Die voor jou! Die voor jou! Auw! Stoute Engelsman! Oh, er is iemand van de bemanning dood. Dat is kut. Nou, voor jullie eentje. Zo'n grote boom! Nee, niet zo'n boom. Andere boom. Weer eentje van de bemanning dood. Hop! Hop! Victory is ours! Zo hoort het. Gaat lekker, Edward. Op je knieën, stelletje Engelsen. Haha, wat hebben we? 80 hout, 50 metaal, 4 zware kogels, 1 mortierkogel en 5 bemanningsleden. Laten we meteen de jack door repareren. Want we hebben problemen als we niet de boot meteen eventjes fixen. Dan gaat die boot binnenkort toch zinken en dat moeten we niet willen. Een gezonken boot, daar herrig jij niet veel aan. Dat is belangrijk. Belangrijke levensles vandaag. Incoming fire, waar nou weer van? Wie is dit? En waarom pakt hij me? Miss your bitch. Ik weet niet waar die gauw nou last van heeft. Waarom valt hij me aan? Die ziet er ook uit als een piraat. Wie is dit? Scarborough Brick? Wat? Een eng schip. Waarom valt hij me aan? Hij is ook een piraat. Dwaas. Hij weer probeert te mikken, hè? Lukt niet. Hoi! Recht voor je bakkers. Oké, omdraaien. Waar hij zijn boot last van heeft, maar... Het is niet echt slim, dit. Van hem. Wat wil hij nou? En dan ga ik hem pakken ook. Nou wil ik weten wie dit is. En waarom die me vermoord heeft. Of in ieder geval een poging deed. Lukt hem natuurlijk weer niet. Als die Edward een veel betere kapitein is. Oké, aan boord gaan. Wie is dit? Het gaat hem niet echt worden. Oeh, even weer bakkers. Maar wie... Wie is dit en waarom vallen ze hem aan? Ik kan u niet echt tegen. Hallo! Het probleem is, ik weet ook niet wie bij wie hoort. Jij hoort duidelijk bij hen. Je bent heel irritant. Je ziet eruit als een andere piraat, vriend. Doei, ga een stukje zwemmen. Ja, zwemmen in je eigen bloed. Ah! Oh, mis. Win. Pak hem dan! Hoppa! Maar dan weet ik nog steeds niet wie dit is. En waarom die zo moeilijk deed. Ontvangen buit. Repareer de jackdaw maar weer. Die gaat eens kapot. Iemand heeft de hele tijd de jackdaw gesloopt. Doen ze het nog? Ja, ze doen het nog. Mooi. Keurig, keurig. Nou, in ieder geval buit. En buit is goed. Buiten is hartstikke mooi. Oeh, rode zeilen. Doei!
Oké, wat is ons volgende doelwit? Waar moeten we naartoe? We moeten natuurlijk wel een plekje hebben. We moeten daar naartoe. Maar voordat we daar kunnen komen, moeten we eerst langs Nevassa. Super irritant, maar we kunnen heel veel geld ontvangen. Ontvang geld. Veel. Dat is goed. Als iemand zegt van hoeveel geld wil je, dan zeg ik altijd gewoon veel. Gewoon veel geld. Dat is wat ik wil. En we moeten hier naartoe. En waar dit dan precies is, geen idee. Kingston. Ah, oké, okay, we gaan naar Kingston. Maar jongens, dat gaan we lekker de volgende keer doen. Ik ga koers zetten richting Kingston. Ik ga jullie vragen om eventjes een like op deze video te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Heel veel mensen blijven dat lekker doen bij Assassin's Creed. En daarom blijft deze serie ook natuurlijk gewoon lekker lopen. Elke dag om 4 uur een gloednieuwe aflevering voor je. Dus morgen ook. Hopelijk ben je er dan ook weer bij. En anders zie ik je binnenkort wel weer ergens. Voor nu, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En hopelijk tot morgen 4 uur bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed 4. Hier op Vaco Games. Mazzel!